Zo, we zijn weer thuis. Ik heb ook nog pakketjes binnengekregen en wat dingetjes allemaal te laten zien. Dus ik ga even alles unboxen. Het is zaterdagochtend. Goedemorgen, ik ben mama's tas aan het inpakken, want we gaan naar de bios. Ja, nou ja, ik hoef niks meer te zeggen, inderdaad. En wat ik altijd meeneem is eigen fleswater, want ik ben heel erg... En ik heb wel fleswater, maar ja. Ik heb die van mama nu. Jij hebt er één van mama. Ik heb een mooie tas. Maar ik ben heel erg tegen al het plastic misbruik van tegenwoordig. Dus popcorn haal ik er wel, dat is gewoon een papieren doos. Maar ik vind het onnodig om extra plastic te kopen bij de bioscoop. Dus water neem ik wel altijd zelf mee. En dat scheelt weer gewoon 2 flesjes dadelijk. We moeten opschieten, want we gaan vroeg naar de bios, anders zijn we dadelijk nog te laat. Als we nu de deur uitgaan, zijn we precies mooi. Op tijd. Weer. Dus we zijn even gaan lopen en we gaan even ijsje halen. Alleen zit ik te twijfelen of ik eigenlijk wel trek heb in een ijsje, maar zeggen sowieso. En dan haal ik even gewoon wat lekkers of zo bij de Jumbo. Hey, ik zie daar ook oranje. We tellen altijd de auto's, maar dat weten jullie natuurlijk al. Oranje, roze, geel en paars. En ook dus, goud. Ja, maar altijd de kleuren die je niet zo heel veel ziet, want dat is leuker dan kleuren die je wel heel veel ziet. Maar het is echt... Het zonnetje is zo koud. Lekker, het is echt niet koud. Het is gewoon 13 graden. Bijna nooit, daarom moeten we die juist tellen, man. Oh ja, oké. Ik heb toch ook maar genomen, ik kon het niet laten, zo lekker. Mijn is het lekkerst. Mijn pika dongsteen. Oh, jij bent echt een monster. Zo, we zijn weer thuis. Ik heb ook nog pakketjes binnengekregen en wat dingetjes allemaal te laten zien. Dus, ik ga even alles... unboxen. Deze, als het goed is, voor de slaapkamer. Want, even open. Het ging niet snel open als wat ik hoopte. Heel veel foam. Het is ook breekbaar, dus ik heb een hele grote doos, een heel klein dingetje. Ik heb dit marmeren plaatje. Het is eigenlijk een snijplank. Maar deze heb ik besteld, want ik heb een kastje in de slaapkamer. En ik heb heel vaak, dan ben ik mijn haar aan het doen, dan heb ik een hete steltang of een krultang. En die wil ik niet neerleggen. En toen dacht ik, hey, ik heb wat meer met marmer. Dan heb ik een marmeren snijplank. En hier kan ik die hete dingen natuurlijk dan wel opleggen. Dus deze komt op die kast in de slaapkamer als die af is. Dan heb ik nog... Dit is beide voor Sarah. Sarah heeft een jurkje uitgezocht. Ik zal hem ook even openmaken. Even kijken. Dat is van Supertrash. Echt een heel leuk jurkje. Is wel voor de zomer, maar we kwamen er vast tegen. Dat is deze. Met hele leuke mouwtjes. Een beetje sportief. Gewoon makkelijk jurkje. Is altijd fijn. Deze is ook voor Sarah. Vroeger hadden ze altijd van die treksluitingen bij de bijkorten. Tegenwoordig hebben ze vaak dit soort dozen. Uit haar badpak gegroeid, zag ik. En toen hebben we deze hele leuke. Deze is van Sifoli. Hebben we deze besteld. Die loopt zo en dan kruislinks over de rug. En die heeft hier van die leuke kwastjes aan de zijkant. En dit is precies tussenmaatje, want ik had badpakjes voor er al liggen.
Maar ja, die badpakjes zijn precies nog te groot. En de badpakjes die ze heeft, zijn eigenlijk echt net aan tot te klein. Dus dan hebben we deze. Dan heb ik voor mezelf nog deze panty gekocht. Die heeft een heel leuk tijgerprintje. Dus dat vond ik ook wel heel fijn, want ik heb niet zoveel panties meer. En mijn laatste doosje. Daar heb ik. We spelen laatst best wel veel spelletjes weer. En ik hou echt van spelletjes spelen. Dus ik heb 5 seconds gekocht. Het schijnt een heel leuk spel te zijn. Al heb ik het nog nooit gespeeld. Dus ik ben benieuwd. Het is wel 18 plus. Dus ik ben benieuwd. Ik lees het al achterop. Dit zijn wel veel 18 plus vragen. Maar ja, je kan natuurlijk de vragen daaruit halen. Als je het zeg maar met jongere mensen wil spelen. En dan gewoon alleen bepaald soort vragen spelen. En deze, mijn nieuwe jobby, de Gorilla Pot. Want de camera staat nu ook op standaard, maar die is een beetje kapot gegaan. Iemand heeft het pootje er een beetje uitgetrokken, dus dat was niet zo fijn. En ik gebruik hem echt heel erg veel, ook in de auto. Ik kan hem overal neerzetten ermee. Dus ik wilde echt een nieuwe. En oh, hij is iets kleiner, maar dat maakt denk ik niet uit. Dat is weer deze standaard. En die ga ik zo gelijk onder mijn camera doen. Dat is ideaal, want hiermee... Hij is wel weer lekker stug. Die andere, dat pootje is ook een beetje lam nu. Zo kan je hem dus overal neerzetten. Dit kan je buigen overal vast. Hier draai je je camera mee in. Dus ik heb een nieuwe en hier ben ik zo blij mee ook. Dus ik ga even alles opruimen. Dit is wat ik geshopt heb. Dit is weer een... Oh, wat zat er zo op? En... Dan gaan we zo lekker eten. Oké, ik was dus net... Deze nagels, die zien er niet meer uit. Het zaten ze stukjes los, toen was ik ze er gaan afpulken. Maar echt, kijk, het ziet er echt niet uit. Wie dat scherp stelt. Dus ik ga mijn nagels even doen. Even sowieso laag erop, want ik ben echt bang dat ze helemaal gaan scheuren nu. En ik weet dat ik niet meer oppulken, maar ik kan dat nooit laten. Echt, het is echt een slechte tik van mij. Ik denk dat ik dit kleurtje erop ga doen. Mijn nagels een beetje... Noedroze. En even een goede onderlak. Ik moet even nagellak ook wat anders gaan doen. Het werkt niet in dit kistje. Ik heb de zomer weer deze. Daar was ik afgelopen zomer zo blij mee. Deze echt spierwit. Dat vind ik echt tof. Maar dat vind ik niet leuk voor in de winter. En ik kan mijn onderlak niet vinden. Ah, daar waar ik van. Dat wil ik echt hebben. Voor versteviging. Auw, ik ben ergens in. Waar kijk ik nou? Geen idee. Nou, dit is echt raar. Oh. Ja, heb ik. Nee, dit is olie. Die moet ik ook wel hebben, maar... Moet ik echt nieuw halen? Ja, dan gewoon tijd. Echt. Hoe kan dit? Dat zit er gewoon in. En ik heb heel veel kleurtjes, maar daar had ik er echt maar één van. Maar... Spoorloos. Ik heb toch maar een andere kleur gekozen, want hier heb ik hem opgedaan, maar ik vind hem niet mooi. Dus ik ga weer voor deze. Deze heb ik wel vaker gedaan. Die vind ik wel altijd mooi. Dus hier ben ik wel blij mee. Al is die van dichtbij, zie je al die bobbetjes van de beschadiging in mijn nagels. Maar ik hoop dat die ook mijn nagels gewoon wat steviger houdt. En dat ze even mooi kunnen uitgroeien. Want het is maar halverwege mijn nagel dat die beschadigd is. En zo kunnen ze even een paar millimeter groeien. Ze zijn ook echt heel kort. Normaal zijn mijn nagels echt van zichzelf al langer. Maar ja, ik heb ze zelf kapot gemaakt. Dus ik ga weer eens lekker een stokbroodje bakken. Dat heb ik echt een tijd niet gedaan. Is dat goed? Dus de oven aan en dan even wachten te warm. En voordat ik het vergeet, even vast mijn boter eruit halen. Want dan is die alvast zachter en dan gaat hij eigenlijk heel lekker smelten, mijn brood. Dat vind ik zo lekker. Het is laat, ik ga lekker naar mijn bedje toe. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren, een duimpje achter te laten. En reageren kan op mijn Facebookpagina Mama Pakken. En dan zie ik je morgen. Doei doei!